Father, father. Ty tak mało o nim powiedział. Je hebt nog zo weinig over hem verteld. Ach. Mijn vader. Mijn vader spreekt tegenwoordig met het volk. Мой отец говорит теперь с народом. Mevrouw van Vugtmoor. Mijn bakkerij verzakt. Kunt u daar nou echt niks aan doen? Zegt u maar, mijn baas wil me niet meer betalen. En mevrouw is heel erg... Ik denk dat als je als koning met het volk gaat praten, dat ze dan alle eerbied voor je verliezen. Mijn vader, die was vroeger, die was heel anders. Die was veel wijzer, maar het lijkt wel alsof hij tegenwoordig alleen nog maar gieriger wordt. Dus hij doet wel ontzettend aardig tegen al die mensen, maar dat doet hij dus alleen maar om vervolgens de belasting te kunnen verhogen. Dat is mijn vader. Volgende. Meneer Fries Penning. Het plan? De Haarlemmermeer droog te leggen. Dat te doorkruisen met wegen tussen Amsterdam en Leiden. We hadden dan Gijsbert Karel van Hogenburg. Ja, van Hogenburg. Van Hoogdorp. Minister van Staat en Volksaudiëntie. Zoiets ernstigs? Majesteit, dit is de enige manier om u te spreken te krijgen. U ontloopt uw ministers. U ontloopt mij. Omdat u het allemaal beter denkt te weten dan ik. Wij weten het ook beter, majesteit. U heeft voordat u deze functie aanvaarde, waarvoor wij u vroegen, zo'n 20 jaar in het buitenland... Ja, en die heb ik gebruikt om na te denken. En ik zie nu heel scherp... hoe ons, door mij geleide Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, verder moet. Daar wou ik het met u over hebben. Die Vereniging der Nederlanden, die zal niet lang duren. Als u niet wat meer ruimte op de begroting maakt voor oorlog... dan zullen de zuidelijke Nederlanden, dan zal België zich op termijn afscheiden. Ach, wat een kletspraat. België is dol op mij. Ik kreeg eens in de 2 maanden een onderscheiding opgespeld uit Brussel. En die oorlogszuchtige praat, die zult u moeten bewaren voor mijn zoon. Die zich zo graag de held van Waterloo laat noemen. Ik heb dan mooi gezegd, jongen, pistool. Wanneer volgen we je vader op? Wij? Nee? En jij snel, mee. Natuurlijk wij. De bevolking van Wallonië en van Vlaanderen wil veel liever bij Frankrijk horen. En dat weet u best. En als wij dus in Brussel alleen maar Hollandse ambtenaren installeren... en als u al het belastinggeld van België eerst naar Den Haag sluist... om het vervolgens sterk afgeroomd weer terug te sturen naar Brussel... Sterk afgeroomd? Jawel, majesteit. Sterk afgeroomd. Door uw eigen persoonlijke interventie. Volgende. Ik kan me voorstellen dat onze familie bang was dat Anna Den Haag maar niks zou vinden. Het dorp vergeleken met dat grote Sint-Petersburg. Ja, en ik heb ook een oranje strik, omdat we van oranje zijn. Oh,
zijn de familie van Oranje. Jij en ik. Ja, schatje. Oh, dat is zo mooi. Hartstikke mooi. Kom maar, Marianne. Er zijn heel wat Siberische struikrovers aan te pas gekomen. Het is mij groot genoegen om in Nederland te komen en u te ontmoeten. U spreekt Hollands. Ik spreek niet Pagalanski. Wat lief van jou om mij zo te begroeten. Wat ben je mooi. Wat heb ik krasne. Mijn vaders kroon is helemaal niet van goud. Hij is van hout. Dat weet helemaal niemand. Ik wil graag een wens uitbrengen van voorspoed en geluk voor het huwelijk van mijn geliefde zoon, Willem Frederik, George Lodewijk, Guillaume, prins van Oranje, en zijn mooie vrouw, Anna Paulowna Romanoff. En Albert. Laat het maar, jongens. Proost. Ja. Proost. Oh. Excuus, lief. Het zal wel weer van het goedkope spul zijn. Ik beloof je, morgen krijg je caviar. Ze is van zichzelf niet zo schön, maar ze probeert er wel iets van te maken. Dat ik jou eens wat zeggen. Die schoondochter van jou, die is al zwanger. Ik weet het zeker. Ik wist wel dat het goed zou komen met die planning, Jo. Huh? Een boefje van me. Zal ik een liedje zingen? Huh? Ja, ja, geweldig. Ja. Mimi heeft een liedje voor u ingestudeerd. Matushka, matushka, stava polyubina. Sugarinja, matushka, stava polyubina. Dietjetku, mimi. Lijkt mij een goede vrouw. Ze zag er alleen nog wat demonstratiever uit. Dat wilde ik zo. Het staat altijd prachtig. Ja. En hoe is het met haar lichamelijk? Heel goed. Ze is door 4 artsen onderzocht. Ja, goed. Er zijn wonderlijke ziektegevallen in die familie. En sterfgevallen. Rattengif als ontbijt. Mensen die onder het ijs van de Neva verdwijnen. Wat bedoelt u daar nou mee? Oh. Ze is wel onvruchtbaar. Dat meen je niet. Dus ze is zwanger. Dus als ik het goed begrijp, ik ben nog maar net ingehuldigd en nu is er al een tweede generatie op komst na mij die... Die wat? Oh, die nu u onder het ijs van de Neva of van de Hofvijver wil schuiven. U feliciteert me niet. Oh, natuurlijk. Oh, neem me niet kwalijk. Oh, we zullen bidden dat het een prachtige kleinzoon of kleindochter wordt.